In deze video zal ik jullie wat meer vertellen hoe dat u de vaccinaties in een groep kan verwijderen. Om een groepsvaccinatie te verwijderen, moet u de volgende stappen heel goed volgen. Eerst en vooral moet u als arts of medewerker inloggen op vaccinet, waarna u naar mijn registratie moet gaan, de zoekcriteria invult en daarna de vaccinaties die u wenst te verwijderen. Selecteer. Ten slotte moet u de geselecteerde vaccinaties bevestigen, waarna deze worden verwijderd. Let wel op, u kan enkel vaccinaties verwijderen die u zelf hebt geregistreerd. Stap 1 in ons proces is het navigeren naar de pagina van mijn registraties. Dit gebeurt via het titelmenu aan de linkerkant van de vaccinpagina. Vervolgens, op de pagina van Mijn registraties, moet u de gegevens die betrekking hebben op het vaccin, datum en lotnummer invullen. Deze gegevens zullen u helpen om de juiste groepsregistratie die u wenst te verwijderen terug te vinden. Na het invullen van de juiste gegevens, klikt u op de knop Zoek. Als de ingevulde gegevens overeenkomen met een groep patiënten waarvan de vaccinatie en vaccinen zijn geregistreerd, zal deze groep in een overzichtstabel worden weergegeven. Denk de persoon aan voor wie u de vaccinatiegegevens wenst te verwijderen. Dit kan u doen door op de persoonsgegevens te klikken. De geselecteerde personen zullen in het grijs worden aangeduid. Om de verwijdering voor de volgende personen te bevestigen, klik dan op de knop naar verwijderen. U wordt verwezen naar een tussenpagina waarbij de personen die u wenst te verwijderen in een kader verschijnen. Hier zal ook gevraagd worden of u zeker bent of dat de bovenstaande registraties definitief mogen worden verwijderd. Om deze te verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen. Ten slotte komt u op de pagina waar u de verwijderde gegevens te zien krijgt. Hierbij is het aan te raden om een bewijs hiervan bij te houden. Dit kan door op de knop Afdrukken te klikken